En toen ik dit zag, en überhaupt nu we hierover praten, moest ik even denken aan afgelopen zomer toen Ebert van der Laan jou enorm veel veren gaf. Vanwege het feit dat je, hè, wat we zien hier en wat jij terecht vraagt, bedoel, dit is een uitvoering wat je ziet. Wat je samen met Ted maakt, met de collega's maakt. Maar waar hij de aandacht op vestigde, was ook prachtig. Was met name op het harde werken van Igor Neem. Het is gewoon heel erg schitterend. Het laat zien dat je kunt de beste ballerina van Nederland zijn. Maar het is gewoon keihard werken met een heleboel ellende, pijn en, voordat het er is. Ja. En dan ben je ook nog moeder die voor een kind zorgt. We hebben kinderen op dezelfde school. Dus dit komt mij heel herkenbaar voor. En ik vind dat dus heel, ja, heel bijzonder en heel knap. En er wordt wel eens gedaan alsof dat allemaal glamour alleen is. Maar dat is dus gewoon keihard werken. De rest van Nederland, dit is keihard werken. En dat dus vind ik heel mooi om te zien. Had je het al gezien? Nee, ik had het nog niet gezien. Dus dit ontroert me ook echt. Het was natuurlijk een hele bijzondere man. En dat hij mij op deze manier en mijn kunstvorm zo naar voren haalt, is natuurlijk heel erg bijzonder. Maar het ontroert me. Het is een dilemma, denk ik. Want aanstaande zaterdag is het afscheid in het Concertgebouw. Ja. En aanstaande zaterdag is ook première. Ja. Ja, ja. Het is voor mij heel moeilijk om die beslissing te maken. Omdat ik meestal op de dag van een première een bepaalde routine heb. En veel rust hou. En me zo rustig mogelijk hou om me op te pompen voor zo'n avond. Het is mentaal ook zwaar, zo'n avond. Het is mentaal heel zwaar. Ik heb hem eergisteren gedanst. Ik ben nu nog moe. Maar ik kan zo'n herdenking van zo'n bijzondere man natuurlijk niet missen. Nee. Heb jij er nog een rol in, Ted? Ik bedoel, het is jouw choreografie. Ja. Jouw prima ballerina heeft dan zo'n beslissing te maken. Zo'n mentale druk eigenlijk. Aan de ene kant afscheid van de man die haar zo heeft geëerd. Ja, maar ik denk, die kunstenaar moet zelf, die weet zelf wat en Igor Neem zeker, die weet zelf wat ze wel en niet aan kan. Ik denk dat je sommige dingen, die kan je niet overslaan. Die kan je niet vermijden. En ik weet zeker, ik ken haar. Ik weet zeker dat het zaterdagavond helemaal goed komt. Nou, en ik heb natuurlijk ook wel echt zoiets, en dat weet Ted ook. Ik ben natuurlijk in de eerste plaats, ben ik mens. Dus ik vind dat ik daar aanwezig moet zijn en wil dat ook heel graag. En 's avonds heb ik een andere verantwoordelijkheid en die neem ik heel graag op me. Maar dit is wel in die volgorde. Mooi verhaal, dankjewel. Allebei, Ted, dankjewel. Igor Neem.